Dan laten jullie het publiek niet gaan nog, hè, want dan is er een nagesprek. Dan komen ervaringsdeskundigen, echt, iemand die zich echt heeft laten ronselen en van plan was naar Syrië te gaan. Onder andere, ja. Hoe belangrijk is dat nagesprek bij die voorstelling? Ik denk dat de nagesprekken even belangrijk zijn als de voorstelling zelf. Omdat je merkt dat die jongeren heel erg vol zitten met allerlei vragen en opmerkingen en meningen. En dat ze dan in het nagesprek de kans krijgen om na te denken over de voorstelling überhaupt. Om zich, er wordt ook een vraag gesteld van met wie kan je het meeste verbinden, welke van de drie personages. En het geeft ze de kans in een half uur om op een veilige manier te kunnen nadenken over het onderwerp. En je merkt dat heel veel kinderen ermee zitten. Of rondlopen met zich niet thuis voelen terwijl ze hier geboren zijn. En hoe dat dan komt. En daar hebben we het dan over. En dat is heel mooi als je ziet wat daarin naar boven komt.